Yo, kijkers van Gamer Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En vandaag zijn we terug op Mindtopia. Eindelijk zijn we er weer, mensen. En vandaag zijn we niet zomaar ergens. En we zijn hier niet alleen vandaag. Deze gast is er ook nog. Koning van Aos. Als de mensen hem kennen. Hij wil heel graag een keer meedoen. Ja, echt heel graag. Oké. Hij is er ook, maar vandaag gaan we de sloppenweg laten zien. Hier gelden 24-7 geen regels. En vanaf nu is er in de kaap gewoon 24-7 een wetboek, behalve in dit gebied. En zoals jullie weten, als het gebied klaar zou zijn, zou ik erin gaan. Misschien word ik kapot geslagen, dus ik heb me al mijn kleding achtergelaten. Maar we gaan op zoek dus naar iets wat we hier kunnen beginnen. Laat zeker in de reacties achter wat ik hier moet starten. Moet ik hier een gang starten? Moet ik hier een winkel starten? Moet ik hier een wapenhandel starten? Laat het achter. Kledingwinkel, voedselwinkel, een gang. Laat het achter in de reacties. Kunnen we de 500 likes halen? Zou tof zijn. En ja... Zullen we maar naar binnen gaan? Ik weet niet, er zijn niet heel veel mensen online. Ik neem expres een beetje laat op, anders werd ik hier meteen kapot geslagen. Ze hebben hier ook controle. Als het goed is, houdt de RVE hier de controle. Ja, zoals je ziet, de RVE doet een beetje de controle van in het begin hier. En ik heb geen idee hoe groot het is, maar... Ik heb mijn wapens thuis gelaten hoor, Max. Ja, oké. Maar voor de mensen die niet weten, is de koning van Aos op Open Kingdom. En die hield ons een keer mee. En we zijn in de wijk. Er staan heel veel van die Woodsprings-huisjes. En ik ben een beetje op zoek. Zijn deze dingen al verkocht, bijvoorbeeld? Ja, al verkocht. Shit, we moeten eigenlijk wat sneller zijn. Kan ik dit kopen? Nee, dat is geen plot. Shit. Dit is een beetje het centrale punt, volgens mij. Een beetje ijs. En daar zit nog... We gaan eerst even kijken hoe groot dit is. Allemaal huisjes hier. Volgens mij is het best groot, hoor. Het ziet er wel groot uit. Ja, het ziet er best groot uit. En hier ook nog... Wow, wat is dat? Oh, dit grenst aan de kerncentrale nog. Holy shit. Oh, shit. Kapot goed beveiligd, die kerncentrale. Je springt echt zo ver. Oh, shit. Misschien hebben ze nog wat hierin gestopt. Dat kan niet in. Nou, die kerncentrale is hier dus. Nou, gaan we maar snel uit voordat de boel ploft. Het zit dus aan de kerncentrale. Dat wist ik helemaal niet. Dat is niet echt veilig wonen, hoor, hier. Nee, ja, maar... Moet je bang zijn dat je wordt neergeschoten en dat een kerncentrale... Ik hoop dat alle criminelen hier een keertje zijn en dan bam! Hele stad kapot. Ze hebben er ook gelijk van die crimineeltjes af. Dat zou wel handig zijn. Ja, dat zou zeker handig zijn. Nou, we gaan eens een beetje kijken naar een plekje waar ik misschien kan gaan zitten met mijn gang als jullie dat willen. Of een winkeltje kan gaan starten. En... Oeh, ik zie hier al meteen dingen. Ik zie hier al... Oeh, dit is een winkel al. Holy shit, Iron Door. Oh, is het al een winkel? Iron Door direct. Er hangt hier gewoon een Iron Chestplate. Full chain gear. Dat is hier ook echt hangt gewoon. Ja, het hangt ook gewoon niet. Maar het is van It's Levi NL en hier hangt ook kleding. Wat is dit? Bunker à la Echo. Nou, dat zal van Echo zijn. En daar zijn mensen, daar zijn mensen. Oh god. Oh, Max, god. Het was fijn, het was leuk. Oké, we gaan gewoon... Hoi. Hoi. Gangster. Nee, dit was het einde. Hallo. Ja, nee, deze mensen doen me hopelijk niks. Maar we hebben toch niks, dus... Zullen we jou eens even martelen? Nee, mag ik ga er vandoor. Ik ga terug naar Aos. Derlino mag wel. Ik ben een zwerver, wat wil je? Bedreigd, we worden gewoon bedreigd in de Sloppenwijk. Misschien, ja. Nu alsjeblieft. Receptie prison school, wat? Wat? En die zit hier gewoon. Frisdrank. Zal ik jou eens even ontmaskeren? Je zit in de wit, Mr. Receptie. Nou, kom, we gaan door. Nou, we gaan even kijken wat hier is. Die hebben dus exposed mensen, dus niet hem aannemen, is een crimineeltje. Hier heb je ook zieke kleding hangen, van wie is dit? We zijn dus gewoon bedreigd in de... We worden gewoon holy shit! Oeh. Holy f... No, het is van de RVE. Oh ja. Holy shit, kijk deze keer. What the fuck? Gewoon deze hele straat. Oh kijk, my god. 1, 2, 3, 4 huizen. Ah, ik kan het er niet afhalen, helaas. Helaas, full broken diamond. Ik zou het er zo vanaf... We worden in de gaten gehouden. Volgt hij ons? Ja. Dit zijn dus de huizen van de RVE. Maar zijn deze drie mensen dan ook RVE? Was het nee, deze volgens mij niet.
Dit is vanaf dit is de RV waar die vlaggen hangen. Oh. Van wie is dit? Van Undercover Stitch, die heeft dus Full Mondrian. Dit is van Levi PS, die heeft dat. Ik ben benieuwd van wie deze is. Van Reos. Reos heeft Full Iron Enchant, Full Iron Non-Enchant, Full Broken Diamond, Full Steel, wat? Full Gold? Nee joh. En bijna Full Gold. Holy shit, hij moet alleen nog een Gold Enchant helm. Van wie is deze? Van It's Tiago en It's Your, die hebben hier binnen. Die criminelen zijn rijk, man. Niet normaal. Maar heel leuk hier om in de Sloppenwijk te komen. Je wordt meteen bedreigd in de Sloppenwijk. Dus heel leuk. We worden gewoon bedreigd hier. Dus deze gast bedreigt ons gewoon. Maar voor het zien gaat hij helemaal niks doen. En is hij bang van YouTube. Oké, nou gaat hij helemaal niks doen. Omdat ze weten dat ik opneem. Gelukkig. Dus ik denk dat ik hier niet zo vaak ga komen. Maar in ieder geval, ik heb nog niet echt iets gevonden. Wat is dit voor groot ding? Oh, dus voor mijn gemeentehuis of zo. Verplicht inschrijving, zet een nummer. Bounty zetten op iemand. Oh, dit is RVE gebouw. Ja, kijk niet, je kan gewoon bounties laten zetten op iemand hier. Wat? Bounty zetten op iemand kan bij de ras. Alleen met videobewijs van de kill. Bounty hier op te halen. Oh, je kan ook. Random mensen kunnen hem dan vermoorden. En dan krijg je geld of zo. Wie werkt hier? Hamburger werkt hier. Flesje, nog een hamburger. Lacratus. Levi, Mr. Place Card, Reox en Mirelast. Ja, dat klopt. Maar dit zijn dus de RVE-leden. Nou, even kijken. Bounty Derly. Oké, nee, doen we niet. Nou, hier kunnen we dus gewoon bounty zetten. Zullen we het gewoon een keer doen, mensen? Gewoon bounty zetten op iemand en dan hopelijk wordt hij vermoord. Dat is grappig. Weet je wat mensen? Laat het gewoon maar allemaal achter. Ik ben benieuwd wat jullie willen en dat gaan we gewoon doen. Als we de 500 likes halen, dan gaan we alles doen wat jullie willen. Gaan we gewoon kijken wat de meeste likes krijgt in de reactie. Wat de meeste mensen willen. Winkel of gang starten. Dan gaan we dat gewoon doen. Hier is niet veel meer. Hier is wel een plotje nog. En daarachter is een tent. Oh, hier zijn gare huisjes, man. Tentenkap. Lol. Volg je het nog? Want je bent een beetje sloom. Ja, ik doe mijn best. Oh, je hebt gewoon een tentenkamp. Oh, dit is ook wel vet. Oh, je kan het gewoon openen, lol. Nog niet geclaimd. Stel je voor, je hebt deze 3 tenten met je game. Ja, daar heb je wat aan, 3 tenten, man. Je kan het niet zelf opsluiten. Kut tenten. Dat is waar. Oh, ja, ik denk, we moeten een beetje bij die huis gaan kijken. Want ik moet een van die huisjes gaan kopen. Maar dit is echt super vet. Hier gelden dus geen regels. Gelukkig zijn we nog niet in elkaar getikt, maar wel bedreigd al. Dus dat verloopt heel goed. Nog wel. Nog geen schade. Het is wel -5, dus een beetje koud hier. En ik heb geen kleding aan, want ik was bang dat ze kapot geslagen zouden worden. Ik ook. Dit is een pickaxe. Kijk, groot. Ik weet niet wat voor het basketbalveldje. Even dunken. Bam. 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 Hop. Nou, misschien, ja, dit is natuurlijk allemaal verkocht tegenover de RV, denk ik. Ja, dat is gratis. Het is ook al verkocht. Is dit verkocht? Dit is gewoon een hele RV-straat. Kut Hollander. Mister de Godsam. Volgens mij kan ik niks meer kopen ook. Tilburg, ik ben veel te laat, mensen. Rian, ik ben veel te laat. Misschien een straatje verder kijken. Ja, denk het wel. Ik denk dat het genomen is. Ik wil wel zo'n grote. Misschien is dit iets. Ja, oh, als godsamme, alles al verkocht, man. Maar kijk hier, holy shit, die is vet. Dit is van de John Smith Tech Pack, maatje 1, 2. Wow! Kijk wat hij binnen heeft hangen. Kijken. Holy shit. Oh, hier nog mijn iron? Oh, nee, joh. Die criminelen hebben echt veel dikke gear, man. Holy shit. Ik ben altijd een brave burger geweest, maar nu ik dit zie... Allemaal dit al verkocht, man. Alles... Is er nog überhaupt een plot? Ja, deze is te koop. Maar ja, daar zitten we helemaal achterin. Ik wil eigenlijk liever zo'n dubbele hebben. Zo'n dubbele. Dat zijn van die kleine appartementen, toch? Ja, maar ik wil zo'n dubbele. Heb ik meer ruimte. Het zal toch geen reet kosten, deze shit. Nou, hier ook niks. Ik had vroeger zo'n huisje, maar... Nou, hier kan nogal wat gebouwd worden, denk ik. Nou, we gaan eens een beetje aan die kant kijken. Want dit is een beetje het drukke deel, denk ik, met de RVE-mensen. Ja, ik denk dat daar veel mensen willen zitten juist. Ja, is deze al... Ja, die is alles al verdeurd. Dit is al verkort. Ja, hier zijn hele winkeltjes, man. Lancy.
Hele winkels zijn hier al. Mindsheep. Holy shit. Oh, pasta. Ja, alles is hier al verkocht, man. Hier wonen, zo te zien. Ik ben veel te laat. Wat? Kijk, veel diamond. Jemen. Wow, die chestplate, man. Fading diamond. Kunnen we niet gewoon even een raampje in tikken, Maps? Bam! Nou, moeten we even tussendoor. Oh. Hier heb je mensen. Rennen. Nou, die doen denk ik niks. Is hier nog iets vrij? Nou, deze is nog vrij. Hier kan ik eventueel wel iets kopen. Alleen ik heb geen idee hoe. Dat is gangplot. Oh, je kan je een hele gangplot kopen. Hier staat, dit is toch gewoon een tank? Ja, dan schieten we recht op de kerncentrale en dan bam. Ik weet niet of dat nou slim is. Nou mensen, ik denk dat we alles wel een beetje doorzocht hebben. Er zijn nog wel plotjes dat we kunnen kopen. In ieder geval mensen, laat het achter. Moet ik hier in de Sloppenwijk iets starten? Laat ook zeker achter wat ik moet gaan starten. Dat is vooral belangrijk. Dus laat het zeker achter. Hopelijk kunnen we de 500 likes halen. En voor de rest is er echt niks meer. In ieder geval mensen, we zijn dus bedreigd vandaag in de Sloppenwijk. Ja, ik denk dat die jongen een beetje wel problemen heeft met zijn werk als ze deze video zien. Ik denk het wel, ja. Maar in ieder geval, Derelino, wil je nog reclame maken voor je Kingdom dat easy is? Voor mensen die het hebben gezien, ik had nog de laatste video geüpload hoe we zijn Kingdom Aos even gekrekt hebben. We moeten het daar nou weer over hebben. Nou, waarom moeten ze Aos joinen? Omdat Aos het gezelligste en het actiefste en het grootste... gezelligste, actiefste en slechtste Kingdom, goed gezegd. Ja. Ja, als je altijd een oorlog wil verliezen, join Aos. Als je altijd wil winnen, join it to the Catwin. Je weet toch, nou bedankt voor het meedoen en mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet ook niet te abonneren trouwens, doei!